Krijg van jou op de trein komt de melding van de brand binnen. 600 leerlingen worden voortendadelijks evacueerd naar het sportterrein naast de squallen. Ja, ik dacht, wat is dit voor middengeur? Maar voor de rest wist ik het net. Toen hebben we uiteindelijk een heel groot alarmslijn, want wij hier toch een enorme rookontwikkeling en eerste steekvlam in de afzuiginstallatie bij onze houtbewerking. En dan in houten squallengebouw en met een grote baan in de squallen. Maar ik denk, ik kan het zelf net blussen met een groot alarmslijn. In deze ronde, een techniekhok, ontstit de brand. Er is een steekvlam, treinleerling minder op stuit onwijzig zijn, maar de boel oprijden. Wat nou correct de oorzaak is, wordt onderzocht. In de meterkast kan kwartsluiting ontstaan, maar het weer volledig gesmolten. Ja, en daar ben ik bijna onwijzig. Je weet ook net wat er gebeurd is, maar goed, dat technische recherche komt je nog om dat te onderzoeken. Maar goed, de brandweer constateert dat de meterkast helemaal versmolten is. Dus de mogelijkheid besteed ik dat er kwartsluiting west is. En hier vonkjes genoeg voor de stofzaag, dan is het voort. Om 11:12 is het examen biologie van start gingen, aan de andere kant van het gebouw. In Oelis, maar de brandwacht werd besloten het examen teruggeven te laten. Ja, hem wel ook kring, maar nou, ik denk wel wie moeilijker. De concentratie, wie vet. Nou ja, ik herde de sirenes wel en ik rook ik wel wat, maar voor de rest net volle. Maar schrik je dan net? Nee, want ik wist net waar het weer, dus dan heb ik net zoiets van nou, kan je. En dan de laatste dag ik nog. Ja, de laatste dag. Ja, maar de laatste squal door. Ja, heel verkaasje. Dat je 20 bijna 24 bijna boete sturen moet, dan wordt het hele examen ongeldig verklaren. En dan moet je goed afrekenen of dat op dat moment nodig is. Dus, het ging gevaar west voor deze examenkandidaten? Nee, absoluut niet, want dan gingen wij ze er direct uit halen, want we gingen wel de meesten erbij. Alle leerlingen binnen na de tijd weer opvang in squallen, daarna konden ze naar huis. De verwachting is dat morgen de lessen gewoon teruggaan kunnen.